Leeuwarden. Leeuwarden tot Europese culturele hoofdstad. Wij waren heel erg overtuigd dat toch juist de Europese dimensie aansloeg. Teleurgesteld, maar waar ik eigenlijk een beetje bang voor was, is van dat we toch hier zien dat het begrip culturele hoofdstad een devaluatie ondergaat. Ja, dit is teleurstelling. Dat zal ik nog wel moeten verwerken. Ja, zeker teleurgesteld natuurlijk. Daar ga ik ook niet onder stoelen of banken steken. Er zit heel veel energie in. Maar die energie heeft ook heel veel opgeleverd waar we eigenlijk hartstikke trots op kunnen zijn. En die we ook niet verloren willen laten gaan. Hier is de jury toch aan het kijken naar, kun je het goed organiseren of heb je er geld ervoor? Maar echt, wat is nou de context en wat is nou het verhaal? Ja, en dan kan het alle kanten opvallen. En dat is nu de kant van Leeuwarden. Daar mogen ze heel blij mee zijn, want het geeft een enorme boost. We hadden het heel graag zelf gedaan. Heeft u niet stiekem toch een traantje moeten laten? Ja, absoluut. Want laat ik zo zeggen, dat is heel teleurstellend natuurlijk. Leeuwarden, jammer hè. En misschien is het een mooie stad en dan zoiets. Wat vind je van Leeuwarden? Ja, liever hier hè. Liever in Maastricht hè. Leeuwarden? Oh, dat is ook niet slecht. Leeuwarden is een hele mooie stad, maar Maastricht vind ik mooier. Ja. Zeker als ik hier net vanuit Pannen gefietst ben, kom ik in Maastricht aan, echt mooi. Ja.